Hoe kun je een vliegtuig en een auto minder herrie laten maken? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb drie geluidsfragmenten en ik vraag straks aan jullie welke van de drie jullie het vervelendst vonden. Dus dan komt het eerste geluidsfragment. Het tweede. En het derde. Goed. Wie vond het eerste geluidsfragment, de auto, het vervelendst? Eén. Nee. Niet veel. Oké. Okay. Het tweede. Ja, dat zijn er al aardig wat. Ja, heel wat zelfs. En dan de derde. Ja, ook nog een aantal. Ja, zo zie je maar dat geluid in wezen een subjectief begrip is. Wat de een geluid vindt en als muziek in de oren klinkt, is voor de andere herrie. En ik vind dat laatste fragment vind ik gewoon hartstikke mooi. Want het is namelijk de dead metal band van mijn zoon. En degene die je net hoorde grunten, dat is mijn zoon. Ik noem het ook wel gorgelen, maar dat is zijn hobby. En ik ga vaak naar zijn optredens. En een verlieverlee vind je het gewoon mooi. Maar, zoals gezegd, als iemand geluid vervelend vindt, dan is het herrie. En wat krijg je dan? Dan gaan mensen protesteren. Bijvoorbeeld tegen de aanleg van een snelweg, of tegen uh, de aanleg van een nieuwe landingsbaan, en dit soort zaken. Een ander probleem is dat er ook ten gevolge van die herrie gezondheidsproblemen kunnen voordoen. Er zijn slaapstoornissen, mensen worden overspannen, uh, krijgen hartproblemen en al dat soort zaken. Dus in wezen wil je meer weten van hoe kan ik die herrie verminderen. En in dit college ga ik erop in en dan met name geconcentreerd op hoe maak ik herrie bij vliegtuigen en auto's minder. Wat is nou geluid of herrie? Geluid is een kleine verstoring van de druk in de lucht en die drukverstoring. Plant zich als een golf voort door de ruimte, door de lucht. En uiteindelijk komt die bij het oor aan en dat is geluid. Nu wil je natuurlijk weten: van, ja, hoe ontstaat die verstoring dan? Nou, er zijn allerlei verschillende manieren om die geluidsverstoring aan te brengen. Ik ga vanavond in op twee soorten verstoring. Eén is een verstoring in de lucht zelf door iets, door een object of iets dergelijks. En, handelkant. De door verstoringen ten gevolge van de trillingen van een constructie. Laten we eerst eens kijken naar de verstoringen van de lucht. Daarvoor hebben we bij ons in de stille windtunnel van de Universiteit Twente hebben we een test gedaan. En u ziet hier op de plek waar het model van het vliegtuig staat: hebben we een stang in de wind gehouden. En dan gaan we eens kijken wat er dan gebeurt. En u hoort dan door die stang. Dat er een fluittoon ontstaat. Dat komt doordat er een stroming om die uh, stang heen gaat. En die stroming die gaat loslaten en die gaat wervels veroorzaken. En dan komen de wervels achter die stang. En die wervels die geven dus die drukverstoring. En die drukverstoring, daar worden golven. En die komen dus bij je oren uh, terecht. En dat hoor je als geluid. En als je dan in de praktijk kijkt: van ja, dat is leuk, zo'n stang in zo'n uh, zo windtunnel. In de praktijk hebben we dat probleem ook. Als je naar autoantennes staat, die zijn hele dunne sprieten en dan heb je af en toe ook dat die antennes een fluittoon maken. Of de dakdragers van je auto. Of om de spiegel heen krijg je ook gesuis. Dat komt allemaal doordat je wervels krijgt achter dat object en dat geeft drukverstoringen en dan krijg je problemen. Dan krijg je geluid. Hoe zit het nou bij een vliegtuig? Ook bij een vliegtuig heb je dus dat als je een vleugel hebt, een vleugel in de wind, dan krijg je een hele mooie omstroming van je vleugel. En hierachter krijg je ook wervels. En hierdoor ontstaan die wervels en ook die wervels veroorzaken weer geluid. Dat is dus een probleem waardoor je ook bij vliegtuigen toch ook geluid krijgt achter, die, uh, achter, die, achter je vleugel. Tot zover de geluidsverstoring in de lucht. Of de drukverstoring in de lucht. Nu gaan we naar het constructiegeluid. Bij constructiegeluid hebben we altijd te maken met constructies die staan te trillen. Doordat de constructie staat te trillen, brengt hij de lucht naast die constructie in beweging door die trilling. En op een gegeven moment krijg je dus de drukverstoring en dat geluid plant zich weer voort door de lucht en komt bij je oor terecht als uh, uh, lawaai, of herrie of geluid, hoe je het maar wilt interpreteren. Dit komt ook weer bij auto's en vliegtuigen voor. Wat we tegenwoordig zien is dat bij de auto's um, de motoren steeds stiller worden. Dus dat is heel mooi, maar het houdt ook in dat op een gegeven moment andere geluiden van de auto dominanter worden. Die worden belangrijker. En zo hebben we tegenwoordig dat de motoren zijn zo stil tegenwoordig en straks met die ontwikkeling van de elektrische motoren helemaal dat bij meer dan 50 km per uur is het bandgeluid het ergste geluid wat op het ogenblik aanwezig is bij een auto. Vandaar dat we bij de Universiteit Twente ook heel veel onderzoek doen naar het geluid veroorzaakt door een band. En daarbij gaat het ons vooral om het ontwikkelen van rekenmodellen, zodat je al in de ontwerpfase kunt uitrekenen hoeveel geluid een band gaat maken. En dat je dan al kunt zeggen van ik ga de vorm, ik ga het profiel of wat dan ook van de band veranderen, zodat die minder geluid maakt. Nou, het principe daarvan is dat je hier, zie je, een links een rollende band. Doordat die over het contact over de wegdek rijdt, krijg je door de oneffenheden van de wegdek, krijg je aanstoting van de band, waardoor de band begint te trillen. En dat zie je in het rechte plaatje. Daar zie je de band echt helemaal trillen. Die brengt dus de lucht in beweging, met als gevolg dat de band dan geluid afstraalt. En dat zie je in de volgende plaatje. Dat zie je dus hoe het geluid naar de omgeving afstraalt. Ook het vliegtuig heeft trillingen. En een heel extreem geval laten we in het volgende filmpje zien. Dat is een zweefvliegtuig. En dat zweefvliegtuig gaan ze bewust trillingen opwekken in de vleugel. Dat is voor een andere test, maar ik heb deze, dit filmpje genomen zodat je kunt horen wat het klappen van die vleugels aan geluid veroorzaken. Het Hier hoor je het siepen. Dus hier zie je dus dat puur door de trillingen van die vleugel hoor je geluid. Dat zijn dus ook weer de mechanische trillingen. Goed. Dus hier heb ik nu behandeld van wat voor soorten geluiden er nou zijn. Maar uiteindelijk wil je het geluid, de herrie wil je verminderen. Wat voor methoden zijn er nou? Nou, laten we weer even teruggaan naar die stang. Die stang die hadden we in de windtunnel en die maakte een fluittoon. Nou, ga ik hier weer even laten zien. Hier hebben we weer de fluittoon en nu draaien we er een touwtje om en helemaal geen geluid meer. De geluid is weg. En hoe komt dat nou? Door dat touwtje maak je die wervels, die mooie wervels die erachter zitten, die ontregel je. En daardoor krijg je een hele rare stroming, waardoor je niet langer die fluittoon hebt, maar door je allerlei verschillende soorten wervels hebt, heb je gewoon nog een geruis. Dan zou je zeggen, oké, okay, nou, dat doe ik dan ook bij een vleugel van een vliegtuig. Dus ik pak de vleugel, ik wind er een touwtje omheen en probleem opgelost. He, die wervels zijn weg. Ja. Alleen dan krijg ik ruzie met de aerodynamici, want die zeggen van ja, die, de, de draagkracht van die vleugel wordt opeens een stuk minder. Uh, voor de rest krijg ik veel meer weerstand, dus ik moet meer kerosine gebruiken bij het vliegen. Dus dat is niet de, uh, de oplossing. Nou, wat we dan zien bij uh, die vleugels is dat er op het ogenblik heel veel onderzoek wordt gedaan aan de aanpassing van de achterrand van de vleugel door die gekartelde of andere vormen te geven zodat je op die manier uh, toch die wervels kunt afschroeden. En dat is in wezen geïnspireerd door de vogels en met name de uil. Als je de uil ziet vliegen, daarvan is bekend dat hij een hele grote vlucht kan maken en dat hij heel stil kan bewegen, kan vliegen. En dan zie je met name die kartels aan de achterkant van de, de vleugels van die uh, uil. En uh, dat probeert men nou ook na te boodsen bij allerlei tests in, in windtunnels, om te kijken van hoe kan ik op die manier een stukje geluid van die vliegtuigen verminderen. Dit was weer het uh, geluid ontstaan in de lucht door wervels. Uh, gaan we weer even naar constructiegeluid. Laten we eerst nog eens even kijken naar die band. Hoe kun je nou die band het geluid verminderen? Nou, dat is dus door niets anders dan te zorgen dat die trillingen verminderen. Nou, wat je kunt doen, is dat je dempend materiaal in die band stopt. Dus dat die trillingen worden gedempt waardoor je minder uh, geluid krijgt. Alleen een nadeel daarvan is weer dat de weerstand bij het rollen, dus bij het rijden, toeneemt. Het, waardoor je meer benzine verbruikt. Dus dat vind ik de mensen van de, de prestaties van de auto weer niet leuk en hier zie je dus ook het probleem waar je altijd hebt met, met dit soort zaken is dat je altijd naar een optimum moet zoeken als ik dan nog verder kijk bij uh, geluid ter gevolge van trillingen dan moet ik even een onderscheid maken in intern en extern geluid bij voertuigen en vliegtuigen is dat maar ook bij auto's intern geluid is het geluid dat in wezen in de cabine zit dus het wat jij als passagier ervaart aan geluid. Extern geluid is wat we in de omgeving ervaren als het vliegtuig voorbij komt of de auto voorbij komt. Motoren heeft invloed natuurlijk op extern en intern geluid. Maar voor intern geluid heeft die motor nog een extra gevolg. Die motor die trilt een beetje, dus die brengt de constructie van het vliegtuig in beweging. Als die aan de vleugels hangt, dan gaat de vleugel trillen, die trillingen gaan door naar de romp. En de romp begint te trillen. En daardoor brengt de, romp, de trillende romp. brengt het lucht in de cabine in beweging. En dat hoor je dan als cabinegeluid. Wat kun je daar nou aan doen? Ja, je kunt zeggen: van ik plaats dempers op de constructie. Nou, de voormalige Fokker. die was daar heel goed in. om dempers op de constructie te plakken. waardoor je minder geluid had. Nog een andere mogelijkheid is zogenaamd antigeluid. en daar is uh, saap. Uh, bij de ontwikkeling van de Saab 2000, einde van de negentiger jaren en in de vorige eeuw, is daarmee begonnen. En die hebben een antigeluidsysteem uh, ontwikkeld. En dat was het systeem dat je meet je vlakbij de oren van iemand in een stoel, meet je het geluid. En dan vervolgens stuur je met een luidspreker tegengeluid. En dan is het totaal van het geluid wat dan aankomt bij je oor, dat is gecanceld. Dus dan heb je een druk van nul. Dus dan hoor je geen geluid. Dat is heel mooi, alleen het probleem is natuurlijk, als je gaat opstaan om naar het toilet te gaan of wat dan ook, ja, dan zit je niet meer in die omgeving en dan heb je opeens heel veel lawaai. Nou, daar is inmiddels zoveel ontwikkeling in gegaan dat ze nu uh, echte headsets hebben, die zet je op, er zit een, uh, een luidsprekertje in en een microfoontje en daar wordt precies gemeten wat er binnenkomt en er wordt ogenblikkelijk antigeluid gestuurd en dan heb je gewoon een koptelefoon op waarbij je geen geluid hebt. Dus dat is, dan heb je het heel rustig. Als we dan nog even naar de vliegtuigen gaan, dan zien we dat we bij vliegtuigen vooral bezig zijn met het verminderen van die wervels achter die rand. Maar ook daar hebben we de situatie dat de motoren worden steeds stiller worden. Doordat die motoren stiller worden, horen we dus andere dingen van het geluid, van het uh, ander geluid van de constructie, veel meer. En als je nu naar een plaatje kijkt van... Uh, een vliegtuig. Dit is een opname met een akoestische camera. Dat hebben de mensen van het uh, Nederlands Lucht en Ruimtevaart Laboratorium weer gedaan. Daar zie je achteraan bij de motoren, zie je die rode plekken. Dat is dus heel veel geluid. Maar wat nu opvalt, is dat de hoogte van het landingswiel voor en daar net onder de vleugel zitten ook nog twee landingswielen waarvan de kleppen ook nog eens openstaan. Daar ontstaan zoveel wervels dat het enorm veel lawaai geeft. En gezien als je kijkt naar de mate van roodheid, zie je dus dat het bijna net zo erg is als het motorgeluid. Dus wat je op het ogenblik ziet, is dat er heel veel onderzoek wordt gedaan om um, dat geluid van een landingsgestel en alles wat er omheen zit te verminderen. En dat is hoe, de grote vraag is, dan, hoe kan ik daar dus wervels verminderen? En dat zit hem vooral in het ontwerpen van je constructie. En daar moet je dus heel erg goed voor oppassen. Dus. Hoe kun je een vliegtuig en een auto minder herrie laten maken? Nou, in de eerste plaats al heel algemeen door te zorgen dat de wervels die ontstaan te verminderen en de trillingen van de constructie die ontstaan te verminderen. Hoe doe je dat? Nou, tegenwoordig zien we steeds meer dat er al aan het begin van het ontwerpproces van een vliegtuig of van een autoconstructie. Wordt al rekening gehouden met het geluid. Dus je gaat meteen uitrekenen hoeveel geluid een onderdeel zal geven, en dan kun je in de ontwerpfase kun je al dingen veranderen. 10, 15 jaar geleden was het zo van: de constructie werd gebouwd, en dan vervolgens kwam men tot de ontdekking: hey, dat onderdeel maakt wel heel veel geluid. Nou, en dan ging men allerlei trucs uithalen om het geluid te verminderen. Tegenwoordig gaan we direct. In de ontwerpfase al het geluid meenemen, zodat je dan een veel stiller vliegtuig en een veel stillere auto kunt krijgen. Dat.